hebben familie Govens gebeld. Elke keer... Elke dag? Ja. Elke dag wordt er iets anders gezegd. Het is overgemaakt. Dan is er iets fout gedaan met de boom. Dan is er weer iets anders. Het is elke keer een ander verhaal. En ze zijn smoesjes en om ons gewoon bezig te houden. Ja. En je blijft rijden om de kinderen naar school te krijgen. Maar dat is uiteindelijk... Houdt dat ook een keertje op. We weten niet wat onze recht is. Dus we kunnen wel zeggen, we stoppen 1 oktober. Maar dan krijg je ook net geen geld. En als, is dat werkweigering als je met z'n allen tegelijk de boer vloot neerlegt? Dat gaat niet lang meer duren. Als ik deze week echt geen geld heb van de taxibovers, dan denk ik dat ik mijn sleutel in zoverre inlever van jongens. Het is geen vrijwilligerswerk. Op het eind van de maand wil ik toch je salaris hebben. September moeten we eigenlijk deze week ook al beuren. Ik zit in de schuldsanering. En ik moet maandelijks mijn vaste lasten betalen en nakomen. Zo niet. Dan wordt de schuldsnemming uitgegooid en dan heb ik helemaal niks meer. Dat is echt een bizarre toestand. En bij Govers hebben ze me al meerdere keren gezegd van deze week heb je het. Ook als ik zit met schulden of met huur of rekeningen die ik niet kan betalen, dan zou het dezelfde week er nog zijn. Maar anderhalve maand later is er nog 0,0. Ik heb dit er nooit meegemaakt. Ik heb geen taxi gedraaid. En ik ben ook nog in verwachting van een derde kindje. En dan sta ik dadelijk op straat met 3 kinderen. Ja, voor mij is het inderdaad een extraatje, maar al die extraatjes, wat ik zelfs met mijn kleinkinderen wil gaan doen, wat is maar een dagje Efteling of naar de film, dat maakt niet uit, je moet het allemaal laten. Je blijft aan de gang eigenlijk voor de kinderen en om de ouders tevreden te houden, maar ja, je kan zelf ook niet elke dag opnieuw je bed uitkomen en weten van ja, ik ga wel werken en ik doe het wel voor de kinderen, maar ja, het houdt gewoon een keer ergens op. Ja. De meeste mensen werken dus wel gewoon vanaf 1 september wanneer de kinderen naar school gaan, door, voor je onder de achternaam. Maar daar moet je ook wat tegenover staan. En straks, als het nog lang gaat duren, dan krijg ik denk ik wel een probleem dat er in ieder geval rekeningen binnenkomen die ik even maar laat liggen, omdat ik het ook niet heb meer. Dus ja, sorry, maar dat gaat er van mij gewoon niet in. En is bekend een aantal mensen dus wel naar de baas zijn gelopen, zo van als je niet voor de sleutels, bekijk het maar. En die hebben wel betaald gekregen. Ja, ik ben in verwachting van mijn eerste kindje. En over 2 weken dan komen ze de meubels brengen en moet ik de meubels betalen. Als ik daar geen geld voor heb, dan wordt geen vriendelijk bezoekje aan Govers meer in ieder geval. Nou, we gaan met z'n allen mee voor als collega's mee naar Govers om haar te helpen. Vriendelijk doen, dat heb ik nou al 30.000 keer gedaan bij hun aan de deur en aan de telefoon en via de mail. En dan houdt het bij mij ook een keer op. En dan moet Taxi Govers eindelijk maar zijn belofte nakomen en ons niet aan het lijntje houden en de sprookjes vertellen. Daar ben ik te oud voor. Daar geloof ik niet meer in. Sprookjes.